Hi, Jeroen. Hey, hoi. Marcel heeft heel veel vragen, maar allereerst even in het algemeen. Wanneer kom je nou een notaris tegen in je leven? Nou, best op veel belangrijke dingen. Zowel privé of met je huis of als je een bedrijf hebt. Ja. Leuke dingen, soms verdrietige dingen, maar wel belangrijke dingen. Precies, en je moet het goed regelen. Zullen we aan boord gaan? Gaan we doen. Prachtig zo, hè, Jeroen? Die skyline, ja, dat is wel genieten vanaf hier. Marcel, die gaat verhuizen. Ja, Jeroen, even met alle respect, maar bij een notaris kom je met die verhuizing toch alleen maar om dat saaie documentje te ondertekenen? Dat is één van de dingen, maar het is veel meer dan dat. Het is het hele proces, zowel voor wat betreft de financiële afhandeling, juridische vragen, controles, uitleggen wat er gebeurt. Eigenlijk is de notaris een soort regisseur, hè, van het hele proces. Jeroen, welkom. Pianist, ga je gang. Wat kan er nou misgaan bij de overdracht van een huis? Nou, je hoopt natuurlijk dat er niks misgaat, dat het allemaal prima geregeld is. Maar het kan wel eens zo zijn dat er vlak voor de overdracht iets helemaal mis blijkt te zijn met de oplevering, met het huis. En dan ben je ineens als notaris een mediator. Nou, die snap ik helemaal. Nou, laten we hopen dat het voor Marcel gewoon allemaal goed gaat, zeker na deze informatie. Testament, is het belangrijk om daar jong aan te denken? Ja, dat denk ik wel. Want ook juist op jonge leeftijd zijn er echt wel dingen die belangrijk zijn om te regelen. Misschien nog een tip tot slot, Jeroen? Nou, wat heel belangrijk is voor als je ouders hebt die op een gegeven moment ouder worden en minder zelf kunnen, dat je dan regelt dat je door hen gemachtigd wordt, hè, om hun zaken af te handelen. Want als ouders zodanig slecht worden of dement worden dat ze echt helemaal niks meer zelf kunnen, dan is het enige alternatief wat er dan nog overblijft om naar de rechter te gaan. En dat is wel een hoop gedoe. Het lijkt me een hele goede tip. Dankjewel, Jeroen. Graag gedaan.